Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, actoren eens over spreiding activiteiten jaarwisseling, financiering instrument voor particuliere pandeigenaren in ontwikkeling, ministerie van Volksgezondheid viert Universal Health Day, Jarsinho Biggie Boy Rozenstruik ready voor volgende tegenstander en lonen ambtenaren bestuursdienst losgekoppeld van VISO. Verschillende belanghebbenden die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de binnenstad zijn recentelijk geïnformeerd over de financiële opties voor het restaureren van particuliere panden. Eigenaren van historische panden, banken en ministeries kregen van onder andere het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur meer informatie over de door de IDB gefinancierde lening, het Paramaribo Urban Rehabilitation Program. Meeting en het is speciaal voor de financial instrument van het project. Om even aan te geven welk project het gaat om de Paramaribo Urban Rehabilitation Program, dat is afgekort PURP. Het is een IDB-lening gesloten door het ministerie van Onderwijs en onder supervisie van het directoraat Cultuur. Binnen het project zijn er overheidsgebouwen en particuliere gebouwen die gerenoveerd moeten worden. En voor de particulieren hebben we dan een model. Zijn we bezig met voorstellen voor een model, een financieringsmodel, welke kan bijdragen aan het sustainable rehabiliteren van de gebouwen van de particuliere eigenaren. En Stefan hier staat ook bij mij. Stefan is directeur van Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname, maar ook de WHS site manager. En hij kan dus meer vertellen over hoe de gebouwen die gerenoveerd zullen worden onderdeel zijn van WHS. Welke gebouwen worden allemaal gerenoveerd? We hebben de overheidsgebouwen, het zijn parlementsgebouw met algemene zaken. We hebben drie gebouwen van het ministerie van Justitie en Politie. Dat is aan de Mirandestraat, Grote Kombeweg en Henk Arendstraat. En dan hebben we het gebouw van Sociale Zaken, het ministerie van Sociale Zaken aan de Waterkant. Als ik zo naar u luister, dan is het dat het ook gepaard gaat met geld. Door wie worden de kosten gedekt om deze gebouwen te verbouwen? Het is een IDB-lening, dus de financiering komt van de IDB. Wie staan allemaal achter dit project? De lening is getekend door het ministerie van Financiën, maar wordt uitgevoerd door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. En het is het directoraat Cultuur samen met Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname die dan het project uitvoert. Binnen hoeveel tijd worden de gebouwen van de binnenstad gerenoveerd en verbouwd? We zijn nu begonnen, zoals jullie kunnen zien, met het parlementsgebouw aan de Henk Arendstraat en algemene zaken. Begin volgend jaar willen wij beginnen met het ministerie van Justitie en Politie Mirandestraat en het ministerie van Sociale Zaken aan de Waterkant. En als het goed is, einde volgend jaar of begin 2021 willen we dan gaan naar de gebouwen weer van Justitie en Politie aan de Henk Arendstraat en Grote Kombeweg. Ik ben als technical advisor, technisch adviseur verbonden bij dit project. En ik adviseer dus de project implementation unit, die belast is met de coördinatie van de werkzaamheden, adviseer ik dus. Kunt u uitleg geven hoe u ze adviseert? Nou, als er projecten worden voorbereid of rapporten worden ingediend, dan voorzie ik ze van commentaar, maar ook anderszins ander commentaar of andere adviezen geef ik uit.
We staan al een paar jaar onder toezicht van de UNESCO, van het Werelderfgoedcentrum. We moeten om de 2 jaar een rapportage indienen over de toestand van onze historische binnenstad. En dit programma zal ertoe bijdragen dat in ieder geval een deel van onze oude binnenstad er weer goed uit zal zien. De lening van 20 miljoen is bij lange na niet voldoende om die hele binnenstad een opknapbeurt te geven, maar het zal in ieder geval een belangrijke bijdrage leveren. Een belangrijke vraag, hè? De binnenstad krijgt een facelift. En, is het alleen de binnenstad of worden ook andere plaatsen gerenoveerd? Alleen dat deel van de oude binnenstad dat op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Daarvoor is het programma ontwikkeld. De bestuursdienst stapt uit het functie-informatiesysteem van de overheid VISO. Het voorstel daartoe is goedgekeurd door de Raad van Ministers. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft op zijn beurt het bestuur van de Algemene Bond Personeel Regionale Ontwikkeling, BPRO, hiervan in kennis gesteld. Volgens sprak de bewindsman hierover. Nou, de ambtenaren bij de bestuursdienst, in samenwerking met de bond, overleg met de bond, hebben gemeend dat ze uit VISO gaan treden. Het traject moet ingezet worden. De zaak is op het bord van de Raad van Ministers gebracht. En daar hebben we dus die goedkeuring gehad om door te gaan. De bedoeling is dat we nu samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken, met name overlegorgaan, verder in discussie gaan treden hoe dat pad verder eruit zal zien. Maar in elk geval, dat zeker zal gebeuren, omdat als we kijken naar de ontwikkelingen en de spilfunctie van de bestuursdienst, is het belangrijk dat deze mensen ook de nodige waardering krijgen. En dat is de trend. We zien dat de politie, onderwijs, noem maar op, reeds uit VISO zijn gestapt, omdat we toch gezien hebben dat VISO een beperking vormt op vele vlakken voor de verdere carrière van ambtenaren. Nou, de bestuursdienst is een gespecialiseerde dienst, dus de vraag zal zeker reizen. Maar het moet in dat licht geplaatst worden. De bestuursdienst is een velddienst, is eigenlijk de multi-inzetbare, multidisciplinaire dienst. En die het decentralisatiewerk, het werk, laat me zeggen, van de districten, heel veel inhoud geeft en ondersteuning geeft aan nagenoeg alle andere ministeries. Dus ik denk dat we daarom de bestuursdienst toch wel die nodige waardering moeten geven die zij verdienen. Een tijd aangeven waar we dit gaan verwezenlijken is heel moeilijk, omdat je toch wel niet alles in handen hebt. Ik heb net aangegeven dat in het eerste stadium we dus met het ministerie van Binnenlandse Zaken verder gaan werken. Maar op een bepaald moment moet het ministerie van Financiën ook inkomen. En ik denk dat we ergens moeten beginnen. En het kan snel gebeuren. Een mini-informatiebeurs in samenwerking met de Pan-Amerikaanse Gezondheidszorg, PAHO. Dat is hoe het ministerie van Volksgezondheid op donderdag 12 december de Universal Health Day heeft gevierd. Met deze dag wordt onder meer beoogd dat burgers zelf op zoek gaan naar meer informatie over universele gezondheidszorg. Deze mini-gezondheidsbeurs wordt gehouden in het kader van Universal Health Day. Op 12 december 2012 hebben we alle Verenigde Staten, de lidstaten van de Verenigde Naties, een overeenkomst getekend om dus universele gezondheidszorg te bereiken voor de totale bevolking. En deze doelstelling is gesteld tot naar 2030, dus we hebben een beetje ruimte om eigenlijk te kunnen zeggen van we gaan hard werken om universele gezondheidszorg voor iedere persoon overal
en vooral in Suriname dus ook te kunnen behalen. Welke actoren zijn betrokken bij dit project? Vandaag bij de minibeurs hebben we dus PCS. We hebben gezien dus dat we ook in deze laatste periode heel veel mensen met mentale problemen hebben. Dus we willen de mensen bekend laten worden van, met het feit van dat PCS er niet is. Om alleen maar wie de gedachte van PCS is voor gekke mensen, is al lang niet meer zo. Dus die drempel moeten we gaan verkleinen. En alle personen dus die met mentale problemen hebben, het maakt niet uit hoe groot hoe klein, kunnen dus naar PCS om eigenlijk voor hulp. En waarmee we dus geholpen zijn. We hebben verder ook RGD op de folie, op de beurs en medische zending. Dat zijn onze eerste lijn zorg. Dat moet versterkt worden. Het moment onze eerste lijn gezondheidszorg versterkt is, krijgen we veel minder mensen die ziek worden en in het ziekenhuis belanden. Dus universele health, gezondheidszorg voor iedereen, is in, op de eerste plaats dus op, in de eerste lijn te, aan te pakken. Waarom is er voor deze locatie gekozen om hier die minibeurs te houden? Nou, we hebben een locatie uitgezocht in de stad om de, waar we dus veel mensen kunnen bereiken. Mensen dus die eigenlijk daar een beetje meer naar de bevolking toe. En er komen veel mensen hier langs. Dus we hebben ervoor gekozen om een plek waar mensen langskomen, waar mensen kunnen interesseren om ook meer over zichzelf en de gezondheidszorg te weten. Is dat een beurs, een minibeurs voor één dag of zegt u van nee, het wordt meerdere dagen gehouden? Nee, het is voor één dag voor dit jaar. We hebben het in samenwerking met de PAHO georganiseerd. We hebben ondersteuning van de PAHO gehad in deze. En daarnaast ook van de andere organisaties natuurlijk zelf. Oh ja, ik ben vergeten dat het ministerie van Sociale Zaken ook op de beurs is. Omdat we weten dat sommige mensen gewoon de gezondheidszorg niet kunnen betalen. Mensen moeten dus ook weten van als ik niet in staat ben dat te doen, dan is het ministerie van Sociale Zaken altijd bereid te helpen. Ze moeten ook de drempel daarna moeten we weg zien te werken en de mensen daar zien te krijgen. Zodat iedereen, de dekking voor iedereen er is. En de beurs wordt voor dit jaar voor één dag gehouden. Mogelijk als het vooral succes is, want we hebben tot 2030. Dus elk jaar willen we aandacht aan deze dag gaan besteden. Kan het zijn dat het groter gehouden wordt. Maar we willen vanaf dit jaar dus een start maken om de mensen bekend te maken met dus de gezondheidszorg. Waarbij we dus kwaliteitszorg moeten bieden. De verschillende diensten van het psychiatrisch centrum promoten. Psychiatrisch centrum Suriname is de enige instelling die zich bezighoudt met psychische problemen in Suriname. We gaan bijvoorbeeld de crisishulplijn EE4 promoten. We promoten de afdeling detoxificatie, polykliniek verslavingszorg. We promoten ook de spoedeisende de afdeling spoedeisende psychiatrie en de andere diensten die we ook aanbieden. We gaan ook laten zien welke, met welke ziektebeelden de mensen bij ons terecht kunnen zijn. Wat is uw boodschap vandaag naar de samenleving die niet weet waar PCS gevestigd staat en wat PCS precies te bieden heeft? Schaam je niet om naar PCS te komen als je met problemen zit, als je hulp nodig hebt. Kom naar PCS. Het is niet bedoeld voor mensen. Wanneer je naar daar komt, ben je niet gek. Je zoekt gewoon naar hulp. Kom gewoon naar PCS. Schaam je niet. En, onze aanwezigheid hier is op de beurs is om de RGD zoveel mogelijk te promoten. En de diensten van de RGD aan de bevolking van Suriname te wijzen. Welke diensten zoal? We hebben verschillende diensten. We hebben CB, wanneer die, de moeders bevallen zijn en mogen ze met hun baby's naar de RGD om te vaccineren. Schooldienst. We hebben schooldiensten. We hebben de chronische dagen. En eigenlijk biedt de RGD alles. Als u met gezondheidsproblemen zit, mag u altijd bij de RGD aankloppen. De festiviteiten rond de jaarwisseling zullen dit jaar verspreid plaatsvinden. Dat is wat actoren belast met deze activiteiten onlangs zijn overeengekomen. Districtscommissaris Mike Nerkus van Paramaribo Noordoost zegt dat het voornamelijk de bedoeling is om crowdclash, oftewel botsing van menigten, te voorkomen. Enkele van u die vanaf aan de 30, aan de 31, aan de ietsje daarvoor. Maar ik heb gemeen dat wat alles betrekking heeft op de binnenstad, in en rondom de binnenstad. Heb ik daar gemeend gelijk de politie uit te nodigen. En eigenlijk zit
de politie uit te nodigen. Bratten moet dan ook onderweg zijn. En u als, als organisatoren, toch? Om dan gelijk even terug te koppelen. Toch? Er zijn een aantal toestemmingen gevraagd, vooral voor 31. Behalve de Doelministraat heb je nog ook nog bij Galaxy. En omdat we het wilden verruimen, toch, hebben we dat, dat stukje van de Numapad ook binnengevoegd. Toch? Dat gaan de mannen van Dresscode doen. Dus dan wilde ik dan even u alle met elkaar koppelen, want ik wil geen, wanneer we het organiseren, wil ik een smooth sailing iets hebben. Zoals het elk jaar is, het is een grote uitdaging. We zijn al vanaf 1 december begonnen met de logistieke voorbereiding, met het, wat voor equipment je gaat zetten en noem maar op. En natuurlijk met alle organisatoren. En elk jaar is het weer anders, want je kan niet exact aangeven, ja, we kunnen dit verwachten, maar centraal weten we dat er veel gedronken zal worden. Er zal ook veel wat drugs gebruikt worden, dus we zijn wel voorbereid. Maar het is toch wel een grote uitdaging voor ons als hulpdiensten om in de menigte te zijn, toch? In het centrum waar alles gebeurt. Maar we doen ons uiterste best om ieder op te vangen, die opgevangen moeten worden. En we helpen mee, samen met de brandweer, de politie en de beveiliging, zodat al hetgeen dat zou moeten plaatsvinden veilig verloopt. De afgelopen jaren wel kunnen horen, heb gehoord dat er een drukte was. En dat het afgelopen jaar dan ook drukker is geweest dan de afgelopen jaar, de jaren daarvoor. Maar van het jaar verwachten we dan weer zo'n drukte, misschien zelfs drukker. En we proberen daarop in te spelen. Wij hebben het volledig wagenpark ingezet. Het is ongeveer 7 dienstauto's zullen in de binnenstad aanwezig zijn. 3 grote ambulances, verspreid over 3 posten. Dan hebben we bij Cheese, heeft een medische post. Dresscode heeft een medische post. Parboberen medische post en Krasnapolske ook een medische post. Het is even algemeen. Het is even algemeen. En, de mensen moeten de media volgen waar exact de medische posten zijn. Maar ik wil ook gelijk meegeven van als u niet tegen de rook kan of zo, komt u alsjeblieft niet. Ik wil ook de mensen gelijk adviseren, komt u niet met die kinderen in die stootwagens. Toch, we weten niet hoe het weer zal zijn. De mensen hadden voorbereid, we gaan dan ook met elkaar gekoppeld. Toch? En dat is eventjes een formeel gesprek om alle actoren nogmaals bij elkaar te brengen. Omdat er een paar enkele bij zijn gekomen. Toch, eruit is gekomen ook dat we allemaal gaan elkaar gaan verzekeren dat we om 5 uur middag stoppen met de activiteiten in de binnenstad. Toch? En je dan voldoende tijd te hebben voor de schoonmaak en de coördinatie enzovoorts. Dus 5 uur tot 5 uur middags daar. Dan gaat niemand meer verkopen en niemand meer muziek afspelen. Dus echt 5 uur stoppen. Toch? Dan komt het wel goed. De plaatsing van de podia is een beetje anders. De plekken waar de podia's gaan staan zijn ook een beetje anders. We hebben lustig en dresscode bereid gevonden om in de Numapad ook een podium te zetten, waardoor die podium voor dresscode weg komt te vallen. Toch? Om ervoor te zorgen dat je een andere spreiding hebt van mensen. Je hebt ook Popchi Jari. Die mannen van dacht het goed is het Natty Entertainment ofzo. Toch? Die gaan daar wat doen. Dus we hebben geprobeerd om zoveel mogelijk de activiteiten een beetje verspreid te hebben. Toch? Om zodoende een echte crowd clash. Waarbij je één keer veel mensen op één plek hebt. Toch, om het een beetje te proberen te voorkomen. Jarsinho Biggie Boy Rozenstruik maakt zich klaar om het op te nemen tegen de Afrikaan Francis Ngannou. Dat wordt een spannend gevecht. Tijdens een persconferentie gaat Biggie Boy en zijn management dieper in op deze materie. En natuurlijk gaat Rozenstruik ook in op de plannen die hij heeft voor de toekomst. Did he win any of the beginning ones? Feels like Alistair won the first 3 rounds of the fight. Oh! Jarsinho Rozenstruik! Finally gets it done late! Oh my god. Om te beginnen met Sanderij, ja, ik vond het een heel leuk gebaar. Ik ben geschrokken eigenlijk. Ik had het niet verwacht.
En ja, het is eigenlijk leuk. De wereld kijkt ook mee en de wereld reageert ook van hoe een MMA vechter. Dit hebben ze voor het eerst gezien in het MMA gebeuren. Dat een vechter zo wordt opgehaald en dan ben je nog niet eens kampioen. Dus er wordt gezien hoe ik word gewaardeerd in mijn land. En ik ben blij dat Suriname, dat de fans van Suriname ook laten zien dat wij gewoon onze sporters waarderen. Dat ik zo na een lange tijd weer zo'n lange wedstrijd heb gehad. Nou, we hebben ervoor getraind. We hadden er ook op gerekend. Doe eigenlijk altijd. En wat we willen altijd winnen, maakt niet uit hoe. Is het de eerste 2 seconden van de wedstrijd of de laatste paar seconden van de wedstrijd? Hij deed het ook toch gedaan. Ik heb heel veel geleerd in deze wedstrijd. En wat ik zelf zie, elke keer dat ik in die octagon stap, leer ik steeds meer. En ja, ik kan er ook steeds beter mee omgaan. Oké, nee, onze voorbereiding begint al meteen na de wedstrijd van Alistair. Daar begint onze voorbereiding al voor de volgende. Eigenlijk een week daarvoor al, want je gaat er al vanuit van. Wij zijn zo zelfverzekerd van onszelf dat we weten hoe we ons tijd instippelen naar elke wedstrijd wat we nu voor Biggie uitstippelen. En ja, dat is ons gameplan ook meteen. En we hebben bewust, willen wij tegen Francis Ngannou vechten. Ook om het feit, alles wat we doen, weten we dat we 100% sowieso winnen. En daaromheen maak je een bepaald gameplan. En daar zijn we nu al hard mee bezig. En als het goed is, beginnen we er al binnenkort mee in zijn training. En is coach Fernand Lopez at the MMA Factory in Paris as they bring in guys. Oh, Ngannou knocks Arlovski down. That is it. The Predator Francis Ngannou. Hey, volgens mij zegt hij is niet onder de indruk. Hij is onder de indruk hoeveel geluk ik heb. Maar dat wil zeggen, hij disrespect me nu al. Wat ik doe, respecteert hij niet, dus hij gaat ervoor betalen. Zoals ik al eerder heb gezegd, die man heeft me op een manier gedisrespecteerd. En ja, daar hoef ik je geen hand te schudden. Als ik niet op je level ben, dan ja, dat hoef ik niet. Ik heb zoiets van, het is een wedstrijd, cut the crap, dat is fijn. Biggie is geen jongen die voor de punten gaat. Biggie is een jongen, elke seconde, elke tik, elke stoot, elk moment dat je eventjes niet kijkt of verkeerd interpreteert, is jouw hoofdpijn, ga je slapen. Dat is gewoon zo. Dat maakt no matter what. En dat kan de eerste ronde zijn, en de derde ronde zijn, maakt niet uit. Dus ook daar gokken wij op. En zijn gameplan hebben we laten spelen en in mijn oogpunt stond het 2-2. Al zeggen jullie van, die takedowns zijn 2 punten voor hem. Huidig zijn we zover dat hij dus bijna 72.000 volgers op Instagram heeft, meer dan 35.000 op Facebook en dan nog een keer 7.000 op Twitter. Wat we dus proberen, Twitter zijn vooral mensen uit de MMA-wereld die daar heel geïnteresseerd in zijn om hem te volgen. Facebook doen we vooral voor de Surinaamse gemeenschap en Instagram is gewoon zeg maar de nieuwe Facebook. Dus uit die aspect heb je wel gelijk. Wat we proberen is dus wel een hype te creëren, sowieso in Suriname. En dan deze hype ook over te brengen naar de rest van de wereld. En het is natuurlijk alleen best wel moeilijk, maar ondertussen, en dat heb ik ook de laatste keer aangegeven, hebben we interessante partners die ons daarbij uitstekend ondersteunen. Wat ik daar dus ook kan aangeven is dat we een documentaire reeks gemaakt hebben. Dat was destijds Road to Greenville. We hebben een paar episodes gemaakt van Road to New York. En we zijn sowieso van plan een mooie, langere documentatie te maken over dit traject naar Francis Ngannou toe. Want nu hebben we eindelijk de tijd dus om plannen te maken en media en merchandise serieus uit te werken. Round to the fight. Oh! Jairzinho! Rosenstrike! Finally gets it done! Ik zoek die man zo aan ook al. Hij wordt wakker omdat hij is gevallen. Maar de volgende keer
De volgende keer gaat dat niet meer gebeuren. Wie valt gaat daar blijven en ik ga ervoor zorgen. Mike, hoe zat jij? Ik praat niet in als. Het is gebeurd. Ik heb jullie van tevoren gezegd, hij gaat op knockout winnen. Belief daarin. Snap je bedoel? Tuurlijk ga ik met Biggie daarnaast praten van hé, Vakka. Maar ik zag ook aan de houding van de scheidsrechter dat hij daar is en dat hij dat ziet. En dat de mensen lopen te zeggen, Lucky. Hé, even zonder door. Als je met een loop erop gaat kijken hoe de man zijn ogen dicht was. Waar zijn lip was. Hoe hij viel. De eerste, hij kreeg 3 stoten. De eerste was rechts. Toen ging hij naar achteren, kreeg hij links, zakken zijn handen. Hij heeft die hele wedstrijd met zijn handen omhoog gestaan. Denk je dat als hij zijn handen zakt, dat er niet iets met hem aan de hand is? De man was na die linker, was hij al oud, zeg maar aangeslagen. En dan krijgt hij een rechter. Als je dus ziet in herhaling hoe die man valt, zeg ik tegen Biggie, ik vind je echt een waardig mens. En dan vind ik het ook respect dat hij die man niet nog een keertje slaat. Want anders kan die man waarschijnlijk ergens in coma belanden. En dat wil je ook niet op je hebben. En dan denk ik dat hij het juist heeft gezien. En dat moet je juist steunen. Niet dat andere van, hij heeft geluk gehad. Hij had hem nog een keer kunnen slaan. Die scheidsrechter, als. En op dit moment heeft hij alleen die winst. Dus er is geen als meer. Dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.